Beste kijkers en luisteraars, welkom bij een extra MMC TV Info. Vandaag gaan wij een bezoekje brengen aan de nieuwe afdeling van het Moengra Medisch Centrum, namelijk de Ilse Geffry Kinderopvang. Op 15 januari 2019, op de 60ste verjaardag van het ziekenhuis, heeft de onthulling van de naam plaatsgevonden. De opening is geschied door de First Lady van Suriname, mevrouw Ingrid Bouterse-Waldering. Tezamen met de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. De deuren van de kinderopvang is opengesteld van 1 april 2019. Hallo kijkers, ik ben Suster Diran, voorzitter van het THO. THO houdt in toezichthoudend orgaan van het Geffry, van het Ilse Geffry kinderopvang van het MMC. Dit team bestaat uit 3 leden en is geïnstalleerd op 14 januari 2019. De voorzitter, zoals ik aangaf, ben ik het. En er zijn nog 2 leden, dat is zuster Bethany Atrisman Mustajab en zuster Johanna Pelswijk. Het doel van het team, het THO-team, is het realiseren van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau. Ten aanzien van de WIKER-kinderopvang MMC en de leiding met aandacht voor de bestuurder en de besturing, de kwaliteitsaspecten van zorg, de cliëntentevredenheid en de personeelssatisfactie, de financiering en het financiële beheer. Ik ga het nu hebben over de visie en de missie van de kinderopvang. De visie van de kinderopvang is bestemd voor alle kinderen van personeelsleden van 2 maanden tot en met 12 jaar. Het MMC kinderopvang biedt als maatschappelijke partner kinderen de mogelijkheid om te spelen, te ontdekken, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten vanuit een veilige, betrouwbare en leerrijke omgeving. Binnen dit kader kan een kind sociale vaardigheden leren ontwikkelen en waarin het zich de algemeen geldende waarden en normen spelenderwijs bekend maakt. Het uitgangspunt is, elk kind is uniek en wij dienen de eigenheid van kinderen te respecteren. De missie van de kinderopvang luidt als volgt. De Ilse Geffry kinderopvang MMC levert met passie een belangrijke bijdrage aan beroepsmatige verzorging en opvoeding van kinderen, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in groepsverband centraal staat, welke uitgevoerd en uitgeoefend worden door professionelen binnen hun vakgebied. Geachte kijkers, ik ben zuster Pelswijk Johanna, bekend als zuster Joke. Ik zal het hebben over zuster Ilse Geffry. U zult u wel afvragen waarom zuster Ilse Geffry kinderopvang. En wie was zuster Ilse Geffry? Zuster Ilse Geffry was een zorgverlener, toen geheten streekziekenhuis, Nikeri. Ze trad in dienst op 1 april 1972... als ziekenverzorgende. Na 22 dienstjaren, na het uitoefenen van haar beroep, op weg naar huis, werd ze op brute wijze van haar leven beroofd. Zuster Ilse Geffry was een zorgverlener die haar beroep met passie uitoefende. Ze had liefde voor haar patiënten. Ze was een rustige ziekenverzorgende
waarop je altijd kon rekenen. De bond wilde graag dat ze in ere werd herdacht. De gedachte was eerst om het ziekenhuis te benoemen naar Ilse Geffen. Dat kon toen niet. Daarna wilde de bond, met name de voorzitter meneer Chonky Sam, graag dat de Annastraat ook naar Ilse Geffrey genoemd kon worden. Dat kon ook niet. Toen de kinderopvang eindelijk van staat ging, heb ik het verzoek gedaan om desnoods de kinderopvang te benoemen naar de desbetreffende zuster. Vandaar zuster Ilse Geffrey kinderopvang. Zuster Ilse Geffrey trad in dienst op 1 april 1972. En bij toeval is de kinderopvang ook van staat gegaan op 1 april 2019. Zuster Ilse Geffrey is op 7 maart 1994 om het leven gebracht. Ik zal het nu hebben over de algemene regels van de opvang. Algemene informaties. Momenteel zijn wij gestart in de ochtend opvang van 6 uur tot 15:30 uur. Na een korte evaluatie zullen we overgaan tot 1x24 uur. Dienstverlening. Met welke groep zal het gestart worden? We zullen starten met de Dreumesen en babygroep. Dit zal tot zijn tijd uitgebreid worden. Voor de registratie en inschrijving mag u aanmelden bij de afdeling HRM van het MMC. En voor informatie kan dit nu alleen op de dinsdag telkens tussen 12 uur en 15 uur bij de kinderopvang. Elk ouder wenst een veilige en betrouwbare plek voor hun kind of kinderen. Het opzetten van de kinderopvang van MMC is sedert 21 december 1990 bij de tafel van de minister van Volksgezondheid neergelegd. De verandering in de werk- en zorgtaken van personeel en de gestegen arbeidsparticipatie van jonge werknemers maakt dat de behoefte aan dit project door de jaren heen is gaan vergroten. De directieraad en de vakbond samen in samenwerking met de Rotary Club van Meerwaarde Nederland en de Zustersclub in Paramaribo hebben samengebundeld om dit project te starten. De opvang is namelijk een dynamisch bedrijfstak waar de verscheidenheid en dienstverlening in de toekomst zullen toenemen. Een veilige en betrouwbare plek waar het kind ruimte heeft zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. De doelgroep. De kinderopvang is bestemd voor ouders die werken bij het Moengra Medisch Centrum, maar ook voor particulieren. Dus andere instanties zijn ook welkom. Zolang de accommodatie er is, zullen we openstaan om iedereen op te vangen tussen de leeftijd 2 maanden tot en met 12 jaar. Wat maakt ons uniek? Opvang van 1x24 uur. We zijn geen crash. MMC-opvang biedt zorg aan kinderen op lichamelijke, geestelijke en sociale niveau. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van Early Child Development van de opvanginstellingen van het Ministerie van Sociale Zaken. De opvang biedt een maatschappelijke partner ontwikkeling gerichte begeleiding aan kinderen van 2 maanden tot en met 12 jaar. Centraal staan van alle kinderen geniet hoogste prioriteit. Het personeel bestaat uit verpleegassistenten en hebben wij ook pedagogen in dienst die de schoolbegeleiding zal doen. De werkende moeders krijgen de gelegenheid die zuigelingen hebben van 0 tot 6 maanden. Zij worden in de gelegenheid gesteld om te komen naar de opvang om hun kind te voeden. Er is ook een gelegenheid gecreëerd dat zij zelf hun borsten mogen kolven, het melk kan achterlaten om hun kind te geven.
Wij hebben een taal van diensten die wij aanbieden. We hebben de opvang voor de baby's, de opvang voor de dreumers, de opvang voor de peuters en de peuters die naar de kleuterklas moeten, de begeleiding daarvan. We hebben de opvang van de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. En natuurlijk hebben we ook de vakantieopvang. Daarnaast, als de werknemer bijvoorbeeld een training buiten huis zou moeten doen, krijgen zij ook de gelegenheid om hun kinderen toch in een veilige omgeving achter te laten. Werkproces zijn conform de wet rechten van het kind door het ministerie van Sociale Zaken, afdeling opvanginstellingen. Wet van 9 januari 2014. Houdende regels in zaken het exploiteren van instellingen voor opvang van personen en de standaarden voor vroege kinderontwikkeling van 0 tot en met 8 jaar Early Child Development ECD. Zijn wij aan het eind gekomen van deze editie. Wij hopen u geïnformeerd te hebben over de nieuwe afdeling van het Moengra Medisch Centrum. Kijk uit naar onze volgende editie voor de volgende keer. Doei!